De grote brand in een gebouw met allerlei bedrijven aan de Stater in Lieshout is vermoedelijk aangestoken. De politie in Oost-Brabant laat desgevraagd weten dat er informatie is binnengekomen waardoor een misdrijf niet wordt uitgesloten. De brandweerkorpsen van onder meer Laarbeek, Geemert Bakel en Helmond rukten gisteravond rond 8:30 uit voor een grote brand op het industrieterrein in Lieshout. Bij de brand was onder meer een ontploffing te horen van waarschijnlijk 2 gasflessen die bij de ingang van het bedrijfsverzamelgebouw stonden. Later op de avond bleek het pand niet meer te redden. En vandaag is de brandweer nog de hele dag bezig geweest met nablussen. De sloop van het gebouw is inmiddels ook begonnen.